Een snelle check van de remmen, kijken of de verlichting goed werkt en controle van de bandjes. Zo'n 100 fietsers op de Helpenzoom tussen Groningen en Haren hebben maandagmiddag op weg naar huis hun fiets even kunnen laten nakijken. We hebben hier vandaag een fietsactie, een najaarsactie. Dat is om de fietsers te belonen voor hun fietsgedrag. Juist in deze maand, waarin het enorm druk is op de weg qua auto's, leveren deze fietsers een enorm goede prestatie eigenlijk. En daar willen wij ze voor belonen. De fietsers waren blij met de actie. Die is georganiseerd door Groningen Bereikbaar en de ANWB. Ja, heel sympathiek. Vind ik echt heel leuk, ja. Ja, het is ook wel een bewuste keuze om ook wel met de fiets te gaan. En het is ook leuk dat het gewaardeerd wordt. Ja, ik zit op de universiteit en ik woon in Haren. Dus ik fiets hier eigenlijk bijna dagelijks langs. De fiets is makkelijk. En ik heb een elektrische fiets, dus dat gaat snel. En je kunt hem overal kwijt in de stad. De fietsers die afstapten werden flink in de watten gelegd. We hebben hier een Rad van Fortuin staan. De fietsers mogen daar aan draaien. Kunnen ze mooie fietsgerelateerde prijzen winnen. We hebben Miss Bean die gratis warme dranken weggeeft. En in samenwerking met de ANWB hebben wij een fietscheck. De ANWB gaat er bij je fiets controleren op verlichting, op remmen. En waar het kan voeren ze een kleine reparatie uit. We hebben een hele lijstje waarop alle punten staan. Heel belangrijk zijn natuurlijk, zeker in deze donkere dagen, de fietsverlichting. De remmen is ook heel belangrijk. We hebben soms ook fietsen met gladde banden. Mensen die heel veel kilometers maken. Maar dat zijn wel zeg maar, de drie hoofditems. Tijdens de check bleek dat er aan veel fietsen wel iets mankeerde. Een paar kleine dingen. Het slot is vastgezet. Dat zat kennelijk los. Ik had het helemaal niet gemerkt. En de voorband is... de bel wordt gecontroleerd. De voorband is vernieuwend toe. Ja, ik stond hier toch. Ik dacht, laat ik even vragen of ze even naar mijn rem kunnen kijken. Remmetjes zijn natuurlijk altijd aan slijtage onderhevig. En dat moet je regelmatig even bijstellen. Dus de rem werkt straks. Ik zal alleen waarschuwen dat de rem ook echt werkt. Bij de eerste stop schrikt ze weer. Uiteindelijk was het flink druk bij de eerste van de 4 fietscheckacties van de ANWB en Groningen Bereikbaar. Wij staan donderdag aanstaande 28 november staan wij op de Peizerweg op het fietspad tussen 4 en 6. Volgende week zullen wij op maandag 2 december tussen 4 en 6 op bij PNR Rijdiep staan. Op 5 december staan wij van 4:30 tot 6:30 bij de Boterdiepbrug, het fietspad richting Bedum.